De eerste keer op Omegle. Oh my god. Wat? Me, you, go hotel. You like me too? To come? Goedemorgen YouTube. Hallo honeys. En welkom alweer terug bij een nieuwe video. De zon is intens. Ik heb echt gevoelige ogen, dus dit is heel, heel moeilijk voor me. Maar, we promised ourselves, we hebben vandaag ons eigen beloofd. Dat we moeten sporten. Dus wat gaan we doen? Het is prachtig weer, jongen maat. Neem over, ik kan niet meer. Oké, mutsen overgenomen. Hadden jullie gisteren gezegd dat wij vandaag gingen lopen? Dus dat gaan we doen om de dag goed te starten. En dan hebben we straks nog iets heel leuks op de planning. Oh, precies zo'n klein kind dat zo mijn ogen doen pijn. Ik heb een zonnebril bij. En dag is geen dag zonder matjes en mensen die gaan sporten. Dus wij gaan... Exact. Wij gaan lopen. Eerst gaan we de special... Pas op, hè. Eerst gaan we de special opwarming doen van Matthias en Mitsen. Matthias is vandaag een beetje wijzer geworden, blijkbaar. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar Matthias heeft zijn eerste grijze haar. Ja, amuseert je een beetje? Of? Ben je een slimme oude man aan het worden? Oké, ik ga me aankleden. Kom je mee? Oh ja. Hey! Welkom, welkom, welkom bij de opwarming van Matthias en Mitsen. We gaan beginnen met de heupjes los te zwieren. Ah, oh, dat is een kind. Ik zit ook al. Ja! Ik heb gewoon scheef Even zwieren met die benen. Oké, we gaan wel even switchen naar de GoPro, want ja, dit is niet zo ideaal. Dag. Dag is geen dag zonder Matthias en mensen die gaan sporten. Ja. Dus we zijn al heerlijk aan het lopen. Het is insane prachtig weer. Het is echt misschien een zomerdag. Zo. Ja, het is echt. Geweldig. We waren zo'n beetje aan het praten van wat willen wij eigenlijk doen met sport. Dus we hadden wel eens ooit eens een marathon doen of zo. Mijn echt? Correctie, een halve marathon. Dus waar we dan zo 20 kilometer gaan lopen, of 21, kun je wat is? 21. Ja. Ja. En gaan we voor minimum gewoon één keer per week moeten lopen. Dus we gaan ons echt verplichten om gewoon één keer per week te gaan lopen. Ja, ik wil twee. Twee keer, misschien één à twee keer. Jammer genoeg had Mits al een steek en ja, had ze het te warm. Ik heb nu een steek. Ik heb het te warm, dus ik ga mijn trui eerst even uitdoen. Maar dus, kennen jullie leuke marathons in België of Nederland? We staan open voor alles. Drop ze even in de comments. Leuke marathons die jij aanraadt. Oh. Wil jij meekomen lopen met ons, hè? Wat een cutie. Oh, dit maakt de lopen wel leuk, hè? We zijn nu een bospadje ingegaan. Het is wel rustig. We weten niet waar we gaan uitkomen, maar... Het is wel rustig, hè, Matthias. Het is heel erg veel modder en plassen. Ja, dat wel. Maar dat maakt het wel zo'n beetje zo avontuurlijk, snap je? Ja, even obstakels, hoor. Ja, want weet je wat grappig is? Ja, voor ons dan, tijdens dat we nu vloggen, was gisteren dan zo de dag dat corona werd gemeld en dat iedereen thuis moest blijven. Vier jaar geleden. Deze dag zag ik mijn Snapchat-stories van 4 jaar geleden. Ben ik voor de eerste keer gaan lopen dus tijdens corona, omdat er niks anders was. Dus. Stel, we hadden begonnen met YouTube tijdens de corona. We hadden toen zoveel tijd gehad om gewoon leuke video's te maken. We hebben dus iets gevonden. Het is niet zo aan parcours dat we kunnen doen. Dan kunnen we zo wat huppelen erover. Ah, dat is goed. Ça va? Oké, rewind that shit. Ik kan het. Die gaat, kom op, hè. Ik zie zo'n paard. Dit is wel super. Ik moet echt oppassen. Okay, nu gaan we terug, want hier is waarschijnlijk een doodlopende shit op. Ja. Nu een kuntje. Doe een kuntje. Ja! En Mitchell, wil je nog iets zeggen voor de vlog? Ah ja? Oké. Okay. Vergeet niet de loop vandaag. Ik wil nog iets zeggen voor de vlog. Ah, wacht. Ja, we komen hier straks bij leuke huisjes. Misschien kunnen we even iets gaan drinken bij iemand, want ik heb wel dorst. Doet jij ook dorst? Wow, we zijn aangekomen bij wat huisjes. Ik zei het net tegen Matt, dit is zo het eerste rustmomentje dat we hebben deze week. En ik ben er echt van aan het genieten. En we zijn terug lekker aan het lopen. Ja, en ik wil nog iets zeggen, want wisten jullie dat slechts 14% van jullie geabonneerd is? Dus druk even op die abonneerbutton als jij momenteel een beetje geëntertainend bent. Okay, hier zien jullie een kleine view van hoe het eruit ziet als wij wandelen. We zijn gewoon random plekken aan het opzoeken. Het is gewoon prachtig. Gewoon. Nice. Check deze. Wauw. You can really dance. Ik geef mijn stok aan iemand die me heel nauw bij het hart is.
Ik geef de stok aan iemand met een grote stok. We're not on the pad anymore. But this is fun. Where are we? We zijn net terug van ons loopje. En je hebt mij gezegd dat je het heel leuk vond, toch? Ja, ik vond het echt rustgevend. Het was wel echt een heel, heel fijn loopje. Let's eat something. Ja. En daarna moest je nog naar de kruidvat gaan? Nee, naar de Action, want ik heb watjes nodig voor make-up af te halen. We went to the winkel. Oh no, my hair is like poop. And we have some chips. Yeah. Ik heb een virgin mojito. Trouwens, hoe de fucking goed. Zoals we al zeiden gisteren en vandaag heb je iets heel leuk dat we nu gaan doen. Voor de eerste keer op Omegle. Ja. We gaan dus mits laten beginnen op Omegle. En hopelijk kunnen we eigenlijk gewoon mensen betrappen die mits ze wel leuk vinden ofzo. Wow. Ja, we gaan kijken en, wat hun reacties zijn. Ja, is. Maar algemeen gaan we ook eens gewoon voor de eerste keer gewoon Omegle proberen en zien of we, of we het leuk vinden. Want dat is wel spannend op zich, want dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Ik ben ook zo'n vreemde mens. Ja, eigenlijk wel. Oh. Nice poster. Pisa Flex. Hey. Hi. Oh mijn god, ik ken u van TikTok. Ik ken haar van TikTok. Hey. Hi. Wow. Hi. Oh my god. Hi. Hi babe. Alles goed? By your language you speak. Oh. I little bit speak English. Oh, I little bit speak English too. Ah, okay, where are you from? Belgium. Yeah, me too, bro. So you're top. Hello man. How are you? Oh, hi, jullie zijn hier van TikTok. Hi. Oh, ik vind u echt zo mooi. Oh, dank u. Hallo, Matthias. Wie is Matthias? Een zusje, dat ik een rotje op doe. Ik heb ze niet. Allee, jongen. Mensen gaan echt snel. Ja, ik zag het al direct. Ik ben zo schattig. Hm? Ik ben zo schattig. Oh, dank u. Jij ook. Hoe oud ben je? En ik, bro? Ah, bro, je bent ook schattig. Ik ben 23. What love? Yeah. Do you know what I'm singing? No. No? No. You know Bob Marley? Ah, yes, yes, yes. No woman, no cry, eh? Yeah, but it's called yeah. One Love. Yo, love the vibe, man. Yeah, but I don't smoke anything. Oh, like that's good. That's good. Hello. Hello. How are you? Good. You? I'm great, thank you. What's your name? Mitsa. Wait. Oh. Oh my god. Yeah? Hi. TikTok. Hi. Yeah? Oh my god. Ze zijn kei grappig. Ze zijn echt kei grappig. Ah, dank u. Oh my god. Ik ben in de war. Ik ben in de war. Ik ga niet van TikTok, dit is een vriend. Hey, dit is een vriend. Ah, oh, huh? Heb ik u niet al gehad? Ah, oké. Hola, hoe is het mee? Goed, met jou? Ja, ook goed. Ja. Oh my god, what the fuck? Dat is Mitsa. What the fuck? Wat is goed met jullie? Abonneer op onze YouTube, hè, Matthias en mensen. Ja. Fijne dag, Flor. Salut. Oh! Dat is echt niet veel. Riz. Wat? Ja, broer. Ja, yeah, man. Heel wat schoonheid. Met jou wel. Je hebt motjes, maar ik heb motjes. Hoe is je naam? Mitsa. Mitsa? Ja. Waarom stond er motjes? Omdat mijn tweede naam had.
Waar is de man? Hou je vriendje bij je eigen. Oh, sorry. Mitsa. Ik ben lid. Plangen aan. Kom, ziet dat. Ja, ja. Oh, dat is die van TikTok. Hi. Dat is waar ik heb, dat is waar ik heb. Dat zijn de hallo, alles goed? Nee, dat is het. Excuseer. Dat is waar ik heb. Van Matthias en Mitsa. Ja, ja, ja. Twijfel er altijd bij. Ja, alles goed? Ja, maar ja. Ja, ja. Sowieso. Ben je al geabonneerd op onze YouTube-kanaal? Ja, want die komt op YouTube. Echt? Yeah. Ja. Oké, ik ga jullie nu gaan abonneren. Yay! Toppie. Knap hoor. Oh, dank u. Jij ook. Dank u. Ben je aan het koken of zo? Ja, ik ben aan het huilen van de ui. Oh, dat is wel. Dat ken ik, ja, dat ken ik. Baby, I like you. Allah al-Adil. Thank you, I like your... What, too? Allah al-Adil, I like me, you, go hotel. You like me, too? To come? F***ing back, our f***. F***ing back, I like this, as hij is gespuugd op onze camera. Hey, dat is die dingen. Hey! Ja, dat is die ene TikToker. Ja. Jongen, dat is die ene dingen. Ben je zeker? Die rare filmpjes. Ben je zeker? Ah, dat is die rare filmpjes. Nee, maar zo die ene, ik zit vast in de wasmachine. Oké, we hebben even de stream geëindigd. Dat was de eerste keer. Omegle bestaat niet meer, dus eigenlijk is deze gewoon niet meer mogelijk. Maar er is wel zoiets als OmiTV. Ja, laat zeker weten of jullie deze video leuk vonden. Vond je het leuk? Want die hebben eigenlijk heel tijd op scherm geweest. Hè? Dus, ja, ik weet niet, ik vind het... Ik voel me altijd wel zo wel wat stressy als ik zo vreemde mensen... Je weet ook niet wie dat er allemaal op zit. Hè? Je hebt dan inderdaad sommige mensen dat dingen tonen dat je niet wilt. Ja, laat weten wat we nog kunnen doen. Of je een paar tools eventueel ook. Wij gaan hier bij deze video alweer gezellig afsluiten. En dan zien jullie morgen terug voor een nieuwe video. Ja. En dan zeggen wij, Matthias. En Mitsa, out.